Hoi dames en heren, welkom weer bij een nieuwe aflevering. Vandaag spelen we weer Mario Maker 2. Daar heb ik weer echt zin in. Dus laten we maar weer beginnen. Ik hoop dat jullie week weer heel leuk was. En deze achtergrond, dat is mijn eigen gemaakte level. Ik ben nog niet klaar mee, maar dat komt nog wel. Misschien dat ik hem ga uploaden tijdens een opname ofzo, of livestream, ik weet niet. Maar we zien het wel. We gaan in ieder geval naar de wereldleveltjes weer. Ik hoop dat jullie week weer een leuke week was geweest. Maar week was weer lekker snel voorbij. En laten we maar, wat zullen we doen? Eindige missies, online spelen. Laten we maar eens naar de leuke nieuwe leveltjes gaan kijken. Even een momentje geduld. Alsjeblieft. Die berichten kijken we later wel. Laten we naar de nieuwe gaan. Nou, hier staan dus allemaal leveltjes die, als het goed is, nog niemand heeft gespeeld, maar laten we de eerste proberen. Het schijnt een speedrun te zijn, dus ja. Oh, nog 30 seconden ook. We doen het back to that. Oké. Wat? Waar lijkt dat nou weer heen? Oh, hè? Oké, blijkbaar moet je in die pijp zo. Oké. Wat is dat nou weer? Nou, we beginnen weer echt lekker ook. Net kon ik er wel doorheen, maar nu ineens niet meer. Oké, dan doen we het even zo. In de pipe natuurlijk. Even wachten hier zo. En de kant van de bijen schieten. Oh, blijkbaar wel. Ik viel er echt net naast de paal. Leveltje voltooid. Ik vond het wel leuk. Do not touch. Oké. Dat is automatisch. Het is als muziekleveltjes. Hey, daar heb ik ook nog wel een leuke van. Die kan wel aan het einde van de stream doen. Ik zal even een likeje geven. En dit wordt een puzzelleveltje. Oké.
zijn wel nieuwe, maar toch best wel. Het is te doen. Het is wel heel. Lijkt heel makkelijk, maar. Is dat niet te heet voor zijn tongetje, maar het is een draak, dus ja, moeten we even concentreren. Ik weet niet of we dit nodig hebben, maar... Oh, dat was hem alweer. Dat is wel echt heel snel, hoor. Kijk, als je hem hebt gedaan, dan zie je al gelijk van dat er al een paar hem hebben gedaan. Nou, laten we gewoon naar de volgende gaan. Dit schijnt een lijkt wel Chinees-achtig iets te zijn, maar ook weer niet. Als een wasbeer Mario. Echt een rare naam. Dat wordt hem niet, natuurlijk. net wel, net niet. Doet die deur? Huh? Oké. Oké. Ja, dit is een van... Ja? Nou... Ik krijg ook maar één zo'n dingetje. Laten we maar hier door gaan lopen. En nog maar een keer proberen, hè. Net hier bij die deur. Dat
hier gaat elke keer mee. Ja, ik geloof het niet. Ik weet niet of het gaat lukken. Wat is deze deur dan? Oh ja, dat is die recente deur, ja. En met deze. Maar ik ga me al niet te veel aan gaan steken. Ik denk dat ik naar van ga. Ja, ik kan doen wat je wil, maar... Ik kom maximaal hier net vlak voor de deur, zo. Ik weet het niet hoor. Een power flower. Moeten we nu weer terug zijn? Oh. Ja, dan loop ik er maar even sneller heen. Volgens mij snap ik al wat ik moet doen. Ik moet hem houden. De flower. Power. Volgens mij moet ik hem echt houden, want dit is niet de bedoeling volgens mij. En dan zetten we hem hier zo. Nou, ik dacht echt letterlijk dat ik van de ander naar deze ging, maar ik had nog eerst een bos bij. Ach ja, wel niet, hè? In een minuutje geklaard. De eerste reactie uitslaan. Sliding down the sky. Weird. Oh, dat is een raar level.
Laten we daar maar heen gaan. Hè? Oeh. Dat hebben ze niet goed gedaan, hè? Vind ik zelf. Voltooid.